Gerard, jullie hebben het Huis van Katoen opengesteld voor de vrijwilligers. Waarom is dat? Ja, eigenlijk alleen net wat je zegt voor onze eigen vrijwilligers. Na de laatste persconferentie merkte ik dat het voor onze mensen te lang ging duren. En daarom hebben we besloten om in hele kleine groepjes onze vrijwilligers wekelijks uit te nodigen. Om even bij te praten, een kopje koffie. Dat ze even het idee hebben. Want de meeste vrijwilligers van ons zijn alleenstaanden. En die zitten alleen thuis, krijgen geen visite. Dus daarvoor hebben we het eigenlijk in gang gezet. Ja, en merk je ook dat het positief ontvangen wordt? Ja, bijzonder positief. Want we hebben nu drie sessies gehad. En al die mensen zeggen van, mag ik volgende week weer op de lijst of die week erop? Dus en we willen natuurlijk wel heel corona-veilig doen. Dat doet ook maar met 5, hooguit 6 mensen. Op goede afstanden uit elkaar. Dus wel veilig, maar even dat contact. Even dat de mensen wat van zich af kunnen praten. Even een kopje koffie. Even gewoon dat persoonlijke contact. Dat is heel belangrijk. Dat is een mooi initiatief. Er zit een bestemmingsplan hier op het Huis van Katoen en nu. Weet je daar nog iets over te melden? Ja, het is allemaal nog een beetje onduidelijk en in de eerste ideeënfase. Ik heb er eigenlijk nog heel weinig over gehoord. We hebben vorig jaar alleen voor onze tweede lockdown van de gemeente gehoord van we gaan in gesprek over de toekomst van het huis. Maar niet concreet over dat het pand eraf gaat en wat men dan gaat doen. Die fase is er nog niet. Maar we hopen zeker dat er weer een stukje ruimte voor ons in de hele nieuwe programmering terugkomt. Ja, want het mooiste zou zijn natuurlijk als jullie in de binnenstad blijven. Want jullie hebben een sociale functie en zeker naar de binnenstad toe. Het is echt een aanloophuis. Ja, goed, dat is natuurlijk voor het bestaan van het huis heel belangrijk. We moeten echt in het centrum zitten. Als je ons ergens buiten afzet, dan werkt de hele formule niet. En ik denk dat we de laatste 5 jaar zeker ons bestaansrecht hebben laten zien. Met alles wat wij organiseren voor de bewoners van Alblo. Maar ook voor toeristen en dergelijke.